Minister Parmesser gaat in op EU-maatregelen richting groenten- en fruitexport. Minister Rabin Parmesser van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de Nationale Assemblée informatie verschaft over de maatregelen vanuit de Europese Unie richting de Surinaamse groente- en fruitexport. Per 13 december van dit jaar gaan die nieuwe regels in en Suriname heeft vanaf nu 3 maanden de tijd om alles in orde te hebben. In oktober komt een team van de EU naar ons land voor een audit en dan zal bepaald worden of ons land aan de vereisten voor de export voldoet. De eisen van voedsel en veiligheid worden internationaal steeds scherper gesteld. De bewindsman benadrukt dat de EU vanaf 2016 met Suriname bezig is omtrent het voornoemde. De export van ons land, die voornamelijk bestaat uit onder andere manja, peper, sopropo, boulanger en antroa, kan, indien de EU geen groen licht geeft, in gevaar komen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.